zetten daar eigenlijk bewust wat in op het gewestelijk voetbal. Omdat wij vinden dat niet alleen de grote kampioenen recht hebben om te voetballen, maar ook de spelers die misschien iets minder begaafd, iets minder gedreven zijn, maar die toch met plezier op een veld willen sporten en bewegen, omgaan met kameraden. En dat is voor ons ook wel heel belangrijk binnen de club, dat we daar een warm geheel van kunnen maken. Wat dat natuurlijk niet wil zeggen dat we niet proberen om die kinderen zo goed mogelijk een voetbalopleiding te geven. Hè. Maar toch, het vriendschappelijke deel staat heel erg vooraan. Ja, dat past niet heel goed in een visie waarop dat je week na week het beste wilt presteren en die wedstrijden wilt winnen. Dus daar botst dat wel eens met ouders, ja, die vinden dat je zo moet selectieteams maken met de betere bij elkaar, de mindere niet bij elkaar. Verleden seizoen een opleiding rond een M-factor gehad, waarbij dat er dus heel sterk ingezet wordt op hoe ga ik met kinderen om en hoe leer ik kinderen motiveren. Ja, als jeugdbestuur wilden we eigenlijk heel graag dat de club één geheel zou vormen, waar dat alle betrokken spelers, supporters, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, eigenlijk iedereen die bij de club betrokken is, dat die zich allemaal thuis zouden voelen en daar plezier in hebben. Vroeger het gevoel dat dat geen geheel vormde, dat er zo'n beetje wij-zij gevoel was, de eerste ploeg dit, de jeugd dat. En dan ontstaat nogal vaak het gevoel dat de jeugd op de laatste is. Het hoofdbestuur die meer steun geven aan activiteiten aan de jeugd. De seniors die bijvoorbeeld komen eten bij de eetdagen van de jeugd. En die bepaalde activiteiten deelnemen als een soort teambuildingsactiviteit. Met de jeugd gaan we bijvoorbeeld organiseerden wij een soort ploegvoorstelling waar de ploegfoto's getrokken werden. Deze activiteit gaan we in de toekomst ook op een zondag plannen, op het moment dat de eerste ploeg thuis speelt, waarvoor ook weer de groep van de jeugd meer betrokken raakt op die van de eerste ploeg en omgekeerd. Ook andere activiteiten, zoals het kerstfeest en seizoensactiviteit en zo verder, gaan we op die manier organiseren dat de verschillende leden van de club daar allemaal in deelnemen. De droom van KFC Hoortje, na 100 jaar met veel ups en downs, willen we die gezellige, kleine, familiale en gezonde dorpsclub blijven op onze nieuwe accommodatie, waar iedereen welkom is. De nieuwe verlichting op het A-terrein, die betaald werd via Mosseldag en Beker van Westerlo voor de jeugd, en de versterkte verlichting op het B-terrein, die betaald werd via een wafelverkoop. Dat zijn twee gezonde investeringen die extra tijdsruimte bieden voor inplannen van avondwedstrijden en extra trainingsuren. Een ander uniek resultaat: onze jeugdwerking is beloond voor het harde werk met het behalen van het basiskwaliteitslabel van Double Pass. Momenteel heten wij het grootst aantal jeugdspelers uit onze geschiedenis van harte welkom. En nog een ander uniek resultaat. In 2020 vierde onze club haar 100-jarig bestaan met uitgave van het jubileumboek met als titel KFC Hoortje, een club naar mijn hart. Deze unieke resultaten zorgen voor nieuwe schoen en zetten jongeren aan om mee te werken aan de realisatie van onze droom. Inspiratie genoeg. Ik vind samenwerking met alle betrokkenen heel, heel, heel belangrijk. En het gaat niet alleen over andere clubs, wat ook zeker belangrijk is, maar het gaat ook over samenwerking met gemeentes, noem maar op. Er zijn clubs die een heel wat hoger niveau dan wij voetballen en toch wel een capaciteiten hebben van trainers die wij niet hebben. En dankzij die clubs, die nodigen ons dan uit, want die komen dan bij ons demo-training. En
daar stopt het voor mij nog niet. Ik ging nog verder. Ik dacht van, potverdorie, we hebben hier een sporthal staan. Kunnen we daar ook geen gebruik van maken? Wie moeten we daarvoor contacteren? Zo zijn we bij de gemeente geweest. Ik krijg de telefoon van Graspop. Van, zeg, kun je in mijn ploeg komen werken? Want hè, dat is toch een goede vereniging dat jullie zijn. Hè, de schakel is ook zo. Hè, dat is weer iets anders. Hè, mogen we bij jullie de schakel organiseren? Want wij hebben geen aansluitpunt. Mogen jij dat nu pakken? Dus ja, je creëert eigenlijk een klimaat. Hè, je leert mensen kennen. En ja, je probeert daar toch wel ja, een voorbeeld te zijn van dat je open bent naar communicatie, naar onthaal. Iedereen is welkom.